gebeurt zoveel in Nederland en niemand spreekt erover. Jullie zijn net gemeente Arnhem, constant goede wegen slopen. Kijk wat ik zie, alle bomen gaan hier gekapt worden. Kijk, meestal doen ze er geheimzinnig over, dus ze plukken er eentje uit, snap je, of twee. Alle bomen, de hele Velper weg. En besef dat hier mensen wonen, dus mensen kunnen straks gewoon niet meer naar huis, weet je wel. Dus over 15 minutes city gesproken. Ja, je staat er goed op hoor, over 15 minutes city gesproken. Oh, wat een verrassing. De wereld vernietigen. Hoe durf je vleesmolen in de Oekraïne in stand houden? Politie, ik maak geen gebruik van jullie diensten. Levend laat leven, ik kan mezelf prima policen. Kijk, ik zal jullie wat laten zien, want ik had toch een filmpje gemaakt. 15 Minute City Arnhem Exposed. Nou ja, het maakt me niet uit of de agenda 15 Minute City is of weet ik veel wat anders. Of vergroening of verbetonning. Daar gaat het mij niet om. Nou ja, kijk, het gaat om beton. Kijk maar naar het bord hier. Maar, hoe heet het? Ik had gewoon gelijk, want de weg is inmiddels na een jaar weer open. Dus het is even wennen. Het is echt weer een soort inburgering dat ik meemaak. Ik vergeet steeds, ik rijd steeds eromheen, want ik denk van ja, die weg is hier gesloten, maar die is inmiddels alweer open. Maar kijk, jawel, jullie zien het. Tenminste, mensen die het een beetje kennen. De weg is dus nu een fietspad. En ja, auto's dan te gast. En nou ja, je mag er nog wel op rijden. Maar het is dus gewoon, ze hebben hier een mega fietspad van gemaakt. Van een hele goede weg. En van een prima, weet je wel, van een weg die, ja, van een goede weg. En dus ik had gewoon gelijk, snap je? En ook logisch, want je weet, als ze ineens een weg afsluiten en gaan verbouwen, dan gaan ze niet iets goeds doen, weet je wel. Dat weten mensen inmiddels wel een beetje. Mensen die het een beetje weten dan, niet van die tombo's. Maar dus dit is nu een fietspad. Een mega fietspad. En besef wel dat al deze schade ook weer hersteld moeten worden. Weet je, want het is ook niet echt, het is best wel, je moet, het is best wel link ook nu. Daarvoor was het gewoon ook veilig, weet je, want mensen kenden ook de route, maar het was ook gewoon beter, hoe heet dat, ingericht. En nu is het ook gewoon, kijk, het is best wel een puinhoop en ook gevaarlijk en je moet alle kanten op kijken. Nou, en weet je wel, dus en mensen moeten wennen eraan. Hier zullen ze ook wel gaan bouwen, de 5G-mast staat er al. Dus, ja, weet je wel, het is dus echt wel, ik had gewoon gelijk, punt. Hier, we zijn nu aan de andere kant en ik zal laten zien hoe erg het is. Kijk, dus daar heb je het bordje met auto op de gas, terwijl dit is gewoon, ja, nou ja, dit was gewoon een weg. Kijk, hier waren er wat mensen die hadden een soort kunstachtige, een beetje van die vrije zielen, weet je wel, vrije geesten. Die hadden hier een heel park, een heel terrein en dat was natuurlijk te goed om waar te zijn op zich, maar nou, het worden dus blokken, weet je, het wordt dus helemaal volgepropt hier, weet je wel. Er is zoveel plek in de wereld, of in Nederland. Ja, nou ja, nee, in de wereld, weet je, Nederland is op zich ook wel vol. Als je kijkt naar, nou ja, alle steden wereldwijd zijn natuurlijk volgepropt, maar Nederland is ook een klein land, hè, dus weet je wel, Nederland is echt wel vol, maar weet je, Spanje is niet vol, Turkije is niet vol, die landen waar al die mensen worden ontvoerd, al die, weet je wel, de omvolking, die landen zijn niet vol, snap je? Eritrea, Syrië, Tunesië, weet ik waar ze die mensen allemaal vandaan plukken. En, weet je, daar is gewoon genoeg ruimte. Die mensen hebben grondstoffen, zijn rijk. Alleen, ja, ze worden, nou ja, ze zijn dus niet rijk en dat is dus heel raar. Dat betekent dus dat het daar wordt geplunderd en daarom moeten ze ook allemaal hier naartoe komen en mogen ze niet in hun land blijven. Kijk, ik rij hier op de Velperweg, ik kom net van Velp. En kijk wat ik zie, alle bomen gaan hier gekapt worden. Kijk, meestal doen ze er geheimzinnig over, dus ze plukken er eentje uit, snap je, of twee. En dan zeggen zij ze dood of zo, of weet je, ineens gaan bomen nu massaal dood. Dat was vroeger niet, weet je, dus die moet je dan maar afvragen. Maar ja, dat doen mensen niet, want ze zijn zo gehersenspoeld. Maar, kijk. Alles gaat gewoon weg. Alle bomen. De hele Velperweg. En het is een lange weg hoor, kijk, voor mensen die niet uit Arnhem komen, het is, is best wel een, is een lange weg. Hier.
En ze gaan hem ook sluiten, de Velpenweg. Dus ze gaan hem ook wel, ze gaan hem ook vernietigen. Dat staat ook op dat bordje, toch? Van, kijk, zie je, alle bushaltes zijn opgeheven. Ze zullen het ook wel in een fietspad of iets veranderen, weet je wel. Dus het is één en als ze pakken dus elke straat aan, weet je. Elke straat gaat dus gewoon vernietigd worden en verkracht en verneukt worden. Bomen weg, auto's weg, gewoon... Ja, alles gewoon verpesten. Hier, kijk, helemaal tot daar, snap je? Helemaal tot aan Velperpoort. Loopt deze weg door, dat is echt een grote weg. En daar, helemaal tot Velp. Ik denk dat dit omgevolkte zijn, tenminste zien er niet heel Nederlands uit. Het enige wat ik wel chill vind aan die Eritreërs, is dat ze wel de politie gewoon een pak slaag geven, weet je wel. En dan zit die de politie te janken, hè. Ze kunnen prima uitdelen, maar als ze moeten incasseren, dan gaan ze meteen janken. Dat is ook met Oud en Nieuw zo. Ja, af en toe slaat er iemand terug, jongens. Maar, ja, het is echt heel zielig. Ook voor de mensen die hier naartoe worden gehaald, weet je, die hier naartoe worden gesmokkeld en zo. Ik was net ook bij Rijnka, dan zitten ze dus gewoon de hele dag, moeten ze op zo'n boot gaan hangen. Weet je, over openluchtgevangenis gesproken. Terwijl ze gewoon in hun land als koningen leefden en dan moeten ze hier op een boot gaan hangen, weet je. Maar ja, ze laten zich ook makkelijk lokken hoor, weet je. Tuurlijk ga je niet een huis krijgen en gratis geld. Ja, in het begin, en daarom haten Nederlanders ze ook, want die leven in armoede. En al de omgevolkten leven goed. Maar ja, dat is ook tijdelijk. Die worden ook geofferd, weet je. Dat zijn gewoon politieke pionnen. Kijk, daar zie je het bord al. En eigenlijk begint het hier al. Dus je hebt hier al op de bomen van die bord. Hier, wat zal het zijn? Ik denk wel dat het hier hebben over 50, misschien wel meer bomen gewoon gekapt gaan. En zo doen ze het meestal. Ze halen er gewoon één uit, want dat is minder opvallend, weet je wel. Dus kijk, zie je, deze mogen allemaal blijven. Maar bij elke wijk pakken ze dan hier een boom, daar twee bomen, weet je wel. En dan verzinnen ze gewoon een mooi verhaaltje erbij. En dus dat is wat ze meestal doen, weet je wel. Dus ze plukken gewoon in randomly door wijken. En, dus dat valt gewoon minder op, weet je wel. Dus wat ze nu op Velperweg doen is wel echt heel opvallend. Maar ja, mensen die gaan er toch, ja... Weet je... Hier, het is geen complot hoor. Daar waren er ook twee. Alles wordt gekapt. Kijk, hier is het niet eens meer plukken. Het is gewoon echt massaal. Maar toch zullen mensen ontkennen hoor. Maar kijk, dan is het gewoon echt aan jou. Dus net als met... Het toestand van 2 jaar geleden en de WOB-stukken, zeg maar. Het is gewoon uitgekomen dat dat een schandaal is. Dus als je dan niet gelooft, wil je het gewoon niet geloven. En dat is nu ook met dit. Kijk, als je dit niet ziet, alle bomen liggen daar. Als je het nu niet ziet of kan herkennen dat ze alle bomen wegkappen, ja, dan... Kijk, daar zit dus allemaal wel aan het gebeuren. Je ziet hoe lastig het is met vervoerders, bussen, taxis, van die busjes. Ik ben trouwens ontzettend aan het lijden van hittestress. Maar ik denk ook dat dat het probleem is met die gasten als Jette en zo. Ze zijn zo vaak op reis en in Dubai en orgies aan het hebben en zo, dat ze helemaal niet... Ja, weet je wel, ze weten helemaal niet hoe koud het hier is volgens mij. Ja, ze weten het wel, maar ze moeten natuurlijk gewoon iets uitvoeren. Om zeg maar een volgende baantje te krijgen en zo. Dus, en anders verzinnen ze wel een baantje, zoals minister van Klimaat. Misschien kunnen ze ook wat junks aan het werk zetten of zo. Minister van Jonko, dat is nodig, want als ze het gaan legaliseren, weet je wel. Maar, ja, in ieder geval staat het allemaal nergens op. Maar er liepen net ook trouwens wat kinderen langs, wat scholieren. En die zeiden van, ja, het zou ook wel mensen die verlamd zijn kunnen helpen. Ze hadden het waarschijnlijk over die chips van Elon Musk en zo. Dat is ook zo'n rare gast. Is die voor ons of tegen ons, weet je wel? Want hij zit wel chips in aapjes en mensen te stoppen. Weet je, allemaal aapjes heeft hij doodgemaakt en zo. Dan hoor je die lui niet hoor, voor dierenwelzijn. Maar, weet het? Kijk, die chip, het wordt natuurlijk verkocht als mensen die gehandicapt zijn, maar die hebben daar geen geld voor, weet je. Het gaat echt niet naar een goed doel of zo. Dat is niet door deze gasten denken. Kijk, wat een puinhoop. Dat is echt niet door deze gasten denken hoor, snap je? Dus dat is net als, het was ook met stemcel research, toch? Dat was toch ook zo'n controversial topic, omdat, ik weet het eigenlijk niet meer waarom. Misschien omdat ze het, ik weet het niet, maar met foetussen doen of zo, maar dat doen ze ook met die prikjes. Waarom denk je dat iedereen nu aan de abortus moet? En om natuurlijk om de geboortecijfers laag te houden. Maar je bent pas geëmancipeerd als je 4 abortus hebt gepleegd als vrouw. Dat is nu een beetje de boodschap dat ze willen pushen, toch? Het is een recht. Maar weet je, het is nooit je recht hoor. Je mag ook niet naar de arts toe en zeggen, ja, ik zou graag een
een operatie aan mijn been. Weet je, dat was nooit jouw beslissing hoor. Het was nooit jouw lichaam. Het is altijd aan de arts om te bepalen of jij een operatie nodig hebt. Kijk dan de pijn op. Maar in ieder geval, het is altijd erg koud hier. Maar die lui weten dat helemaal niet, want ze zijn er nooit. Ik weet nog, vorig jaar probeerden ze dat ook van... kijk eens hoe heet en als we niks doen dan... En de volgende dag was er stromende regen. Toen was het gewoon klaar, toen was het afgelopen. Maar ja, ze gaan het wel weer proberen. Ze komen straks weer met droogtes en al die rare verhalen. Maar in ieder geval wat ik wil zeggen, kijk, dit is echt belangrijke infrastructuur wat ze hier lopen te verstieren. En ik wist nog dat die Zweedse minister toen tijdens de boerenprotesten, die Lundgren, die ging toen... Die zei, ja, als de boeren Eindhoven Airport willen blokkeren, dan gaan we optreden. Want dat is belangrijke infrastructuur. Maar kijk eens. Belangrijke infrastructuur. Kijk eens wat een puinhoop. Ook een enorme kapitaalvernietiging. Want dit moet allemaal op een gegeven moment weer hersteld worden als de taai op een dag keert. Als die het keert, weet je. Mensen lijken niet echt heel boos te zijn. Ze hebben het maar over Poetin, maar wij hebben een Rutte. Weet je, dat is een Poetin in het kwadraat. Tenminste, als je gelooft dat Poetin slecht is dan. Hè? Voor die mensen die de hele dag naar de NOS en zo kijken. En naar NU-NL. Maar weet je, dit is gewoon echt heel sneu. En het was heel groen. En ik zal ook wel wat beelden laten zien over... Het was niet aardig hoe het was. Want ik heb nog beelden van 2020, 2021 en zo. Dit was echt heel groen allemaal hier. Maar in ieder geval, er staat ook op die borden toch hier van... Ja, we doen het voor de verkoeling en klimaatverandering. Maar we hebben geen verkoeling nodig in Nederland hoor. We hebben verwarming nodig. IJskoud man. Ik dacht, ik loop maar door nu dat we er toch zijn. Maar kijk, files. Dus de hele mobiliteit komt in het geding. Dus eigenlijk is de overheid of de gemeente hier gewoon in gebreken, weet je wel. Maar dan zie je geen Urgenda of met de huisvesting. Dus dat zegt genoeg over Urgenda. Hè? Voor de domo's die het niet snappen, de overheid sleept de overheid voor de rechter om de overheid zijn zin erdoor te krijgen. Dan een goed excuus te hebben. En ja, domme mensen trappen erin, weet je wel, die gehypnotiseerde lui. Hier ook. Dus dan kan je verantwoording afleggen aan zo'n verkeersregelaar wat jij komt doen in de straat waarin je woont. Waar je een huis bezit van 8 ton of 1 miljoen. Dus die hebben ze ook. Dat ze willen dus ook geen pottenkijkers, zeg maar, weet je wel. Dus, want die straat heeft niks met de Velperweg te maken. Behalve dat je op een gegeven moment daar uitkomt op de Velperweg. Maar hoezo mag je die straat dan niet in? Wat heeft dat ermee te maken, snap je? Dat was trouwens ook, dat werd ontdekt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was ook nog zo'n D66er, Hufter of zo, of Huffelaar. Die had dus ook, die had 40 keer was die meid naar Curaçao afgereisd. En als vervolg iedereen daar D66 gestemd, weet je. Dus ze lobbyen gewoon als een gek. En ze infiltreren ook instituties en zo, instituten. Dus het is gewoon van... En ze infiltreren ook de instituten, hè. Onderwijs, noem maar op. En dus ook al is GroenLinks niet aan de macht, alhoewel GroenLinks is wel aan de macht, want ze zijn geen coalitiepartij, maar wel een kartelpartij. Hè? Dus ze doen gewoon keihard mee, weet je. En hun enige opdracht is eigenlijk, en dat is ook zo als je kijkt naar de carrière van Jette als Kamerlid. Zijn contributie aan de debatten was puur gewoon de oppositie aanvallen, tegenhouden, hinderen en uitschelden. En dan word je beloond. Maar die verkeersregelaars, kijk Brazilië, die verkeersregelaars die gaan daar dus, die gaan daar een jaar lang, gaan ze daar staan, hè? Besef, weet je. Maar ook die van Hufter, dus die D66er die steeds naar Curaçao ging, hoe doe je dat überhaupt? Dus, kijk, Spanje is nog één ding, maar Curaçao 40 keer in één jaar. Dus volgens mij is dat een record. Maar Van Hufter, die heeft dus geen idee, die meid heeft dus geen idee hoe koud het hier is in Nederland, weet je. Want ze zijn er dus gewoon nooit. Dus bij deze, we hebben echt geen verkoeling of schaduw of wat dan ook nodig. We hebben meer zon en warmte nodig in deze stad. Kijk eens wat een ramp. Iedereen moet nu door Plattenburg. En de bussen net ook. Het was echt pijn hoor. Nu is dat beter, maar dit creëert... Zo mooi, we zijn in Velp en de reden dat ik dit erbij betrek is omdat dit is precies het voorbeeld wat ik hiermee wil aantonen. Is, kijk, hier hebben ze ook zo'n soort project gerealiseerd, zogenaamd vergroening. Maar het is allemaal beton en hier zullen dan waarschijnlijk onkruid en struiken komen en dat noemen ze dan groen. Maar kijk, wie ervoor heeft moeten wijken. De bomen. Dus dat is precies wat ze ook gaan doen op de Velperweg. Dus nu zie je dat het bedrog is. Dus er staat een heel mooi klimaatverhaal ook op die
trouwens, ja, klimaatverhaal, weet je, het zou niet om politiek moeten gaan, weet je. Alle Arnhemmers moeten gewoon kunnen leven en een leefbare stad hebben met goede mobiliteit enzovoort. Maar het is dus echt bedrog. Ze kappen dus gewoon bomen en ze leggen beton neer en bakstenen en stoeptegels. Maar dan denk je van, oké, Velperweg is afgesloten, maar je kan gewoon via Plattenburg, dat is zeg maar ook een wijk, daarnaast voor de niet-Arnhemmers, dan kan je gewoon zo naar Prezikhavel, Velp. Maar dat is dus nu, dat wordt dus nu een busbar. Waarschijnlijk blijft dit ook permanent. Dus dit zitten ze dus te doen. En besef dat hier mensen wonen, hè? Dus mensen kunnen straks gewoon niet meer naar huis, weet je wel? Dus over 15 minutes city gesproken. Ja, je staat er goed op, hoor. Over 15 minutes city gesproken. Hier, dan ben je al een paar keer omgereden. Nou, laten we maar teruggaan, meneer. Kijk eens, je ziet het aan die vlag. En natuurlijk, kentekencheck. Maar, het is niet te geloven. De vraag is gewoon, hoe ben je dan een vluchteling? Dat is gewoon mijn, weet je, ik misgun niemand een dikke bak, maar het is... Net als in elke dictatuur kan je stemmen op wie je wil, maar het is niet vrijblijvend. Kom er maar niet vooruit, want je mening kan worden gezien als afwijkend. Ik heb echt geen zin meer in die verkiezingen, maar ik doe het maar voor zetelbehoud van de Forum. Omdat ze echt de waarde voor hun geld leveren, ik gun het ze. De uitslag zal precies zijn als de peilingen, want het regime heeft al lang bepaald. Maar de oppositie wordt extra laag gepeild en krijgt een haatcampagne uit de media. De wereld vernietigen. Hoe durf je vleesmolen in de Oekraïne? Hoe durf je? Politie, ik maak geen gebruik van jullie diensten. Levend laat leven, ik kan mezelf prima policen. De wereld vernietigen. Hoe durf je? En ik dacht dat blauwe snoeien betekende. Ah, hier ligt hij dan. Vroeger kon je ineens doorheen kijken, laat staan doorheen lopen of zo. Kijk, hier ligt geen gekapte boom. En als jij dat wel denkt, dan ben jij een extreem rechtse complotdenker. Ik wist nog dat als een meme van een dan zie je een foto van een peer en dan staat er, dit is een appel. En als jij een peer ziet, dan ben jij een extreem rechtse anti-vaxende klimaatontkennende complot. Ja jongens, het lijkt maar zo hoor. Maar in plaats van stop fossiele subsidies die niet bestaan, zou ze moeten zeggen stop farmasubsidies. Of trouwens, stop als je ja, klimaatsubsidies, dat zijn fossiele subsidies. Want hoe denk je dat al die windmolens gemaakt worden, weet je wel? Dat is allemaal, ze maken daar overuren bij Tata Steel om al die windturbines te bouwen. Ze gaan maar zo lang mee. Je kan ze niet recyclen. En ze draaien op fossiele brandstoffen. Ja, dus inderdaad, stop fossiele subsidies. Stop de klimaatwaan. Stop met het subsidiëren van de klimaatindustrie. Wat alle natuur verwoest. En dieren. Kijk nu overal doorheen, maar het is ook geen gezicht, weet je wel, met die, al die gele bloemen, die horen daar gewoon en je ziet het meteen. En mensen zijn ook zo dom, weet je, ik zie dan soms, nee, niet iedereen hoor, niet iedereen is zo dom, maar je ziet ze dan foto's maken van die bloemetjes hier, terwijl het is niet leuk, het is vreselijk, het is allemaal bomen voor gekapt en het is allemaal nep natuur. Dan is het toch geen natuur meer? Natuur is natuur, natuurlijk, weet je wel. Hier, wat is dit dan? Kijk het slagveld, kijk. Alles gekapt en dan gaan ze hier wat kerstbomen neerzetten. Als iemand nog een kerstboom nodig heeft, alvast. Thank you.
De propaganda, warmer Nederland, het wordt niet warmer. Ik kan een anekdote vertellen. Ik had ooit wat gefilmd op de Ziependaalseweg in de buurt van Park Zonsbeek. En ik keek later en ik zag dat een pand die ik had gefilmd, dus er was een bedrijf gevestigd. Dus ik ging het laten opzoeken, het was dit. Ik zou ook wel de footage posten. En, dus ik dacht, ik ga eens kijken. Weet je wel? Ik heb het gefilmd, ik heb een gebouw gefilmd met een bordje van dit bedrijf erop. Dus ik ga eens checken. En het is zo'n van die klimaatleiders. Dus die verdienen aan weet ik veel, de boel ombouwen en noem maar op. Allemaal van die onnodige, ja, zoals de renaissance van de Velperweg. Zulke soort projecten. En ik denk ook met dat, waarschijnlijk zitten in het bouwbedrijf die opdrachten uitvoert. Waarschijnlijk zijn er mensen die werkzaam zijn binnen dat bedrijf. Die hebben ook een functie binnen de gemeente, weet je. Die zitten dan in een van de raden of wat dan ook, weet je wel. Dus er is heel veel van dat soort netwerkcorruptie hier in Arnhem en waarschijnlijk door heel Nederland. Maar dus ook hier, mensen die in dit bedrijf werken, ze zijn allemaal wethouder in diverse gemeentes. Dus ze spelen elkaar de bal toe. Dus dan zeggen ze, ja, er moet wel verkoeld worden en we moeten wel allerlei wegen en panden gaan klimaatbestendig gaan maken. En wij kennen wel een goed bedrijf die dat kan uitvoeren, die de consulting kan doen. En dan schuiven ze hun eigen bedrijf naar voren. Oh, wat een verrassing. En er stond echt op die kaartjes, jullie hebben het gezien, er stond echt van ze worden verplaatst. Maar voor mensen die een beetje weten hoe dit spel wordt gespeeld, wij wisten het. Ik denk dat ik het ook waarschijnlijk zei van, nou, het wordt echt wel gekapt. Maar hier is dus echt gewoon het bewijs. Dus ze liegen dus echt. Ja, we gaan ze verplaatsen. En verplaatsen naar de biomassacentrale. Ja, dan is maar de vraag of ze het daar ook gaan doen. Hè? Of tenminste, ik denk als je nu het patroon herkent dat je het wel weet. Zover zijn ze gelukkig nog niet. En dit zijn mensen die gewoon geld hebben. Hè? Niemand zegt er wat van. Niemand komt in opstand. Ik bedoel, je zou er maar wonen, snap je? Zit je gewoon een jaar lang in deze toestand.